We zijn hier vanmiddag in Zwaansborg, waar een enorme rommelmarkt wordt georganiseerd. En naast me staat Geertrui Sermon en zij is initiatiefneemster van deze mooie rommelmarkt. Geertrui, wat is deze rommelmarkt georganiseerd? Ik ben tot dit initiatief gekomen na een gesprek met een medewerkster die aangaf dat de bewoners nooit meer buiten kwamen omdat het terras in een hele slechte staat was. Nou, dat heb ik me aangetrokken. Ik vind dat elke bewoner die heeft recht op een veilig ommetje buiten. Ik heb een plan gemaakt, heb ik aangeboden, is enthousiast door de cliëntenraad en de directie op gereageerd. En de eerste aanzet om geld te genereren hebben we gedaan middels deze jubileummarkt. Voor het gemak heb ik het jubileummarkt genoemd, omdat dit jaar bestaat Zwaansborg ook 10 jaar. En dat leek me een leuke naam. En rommelmarkt dekt de lading niet, omdat we natuurlijk ook een enorme loterij hebben. Verschillende kramen met zelfgemaakte spullen. En de prijzen die zijn absoluut onmiddellijk enthousiast afgestaan door alle ondernemers in Waterland. Ook Kwartwouw, Ilpendam, Marken, Broek in Waterland. Die hebben allemaal spontaan prijs afgestaan. En niet bepaald kleine prijzen. Er zitten gigantische prijzen bij. Een dag scooteren ter waarde van €110. Drie gangen diner. Een dagje golf. Van alles. Ja, allemaal hele mooie prijzen. Maar ik zie ook enorm veel mensen achter de kraampjes. Hebben die mensen zichzelf hiervoor ingeschreven of zijn het weer allemaal vrijwilligers? Het zijn allemaal vrijwilligers van Zwaansborg die zich spontaan hebben aangemeld. En die gewoon heel graag aan dit initiatief willen meedoen. Nou, ik wens jullie heel ontzettend veel succes met dit prachtige initiatief. En ik ben heel benieuwd, hoeveel geld is er nodig om de tuin helemaal in de goede staat te krijgen? Heel veel. En heel veel is? Nou, als we het helemaal willen hebben zoals de wensen zijn van de bewoners, want het zijn de wensen van de bewoners, dan schatten we zo op 50.000. En is er al geld bij elkaar gebracht of nog niet? Er is al geld bij elkaar gebracht. De Rotary heeft ook voor ons gestaan met een stal op de kerstmarkt. Ik weet niet precies hoeveel dat is, dat moet ik even navragen. Maar ik hoop dat we vandaag toch wel enkele duizenden binnenhalen. Nou, nogmaals heel veel succes en bedankt voor het interview. Dankjewel, graag gedaan. Daar gaan we. We gaan voor de temperatuur. We zijn hier nu. Nou, naast me Nico Bloem, volgens mij ceremoniemeester van vandaag lijkt het op. Nico, wat doe jij vandaag hier? Nou ja, een beetje vrijwilligerswerk en ik ben alvast aan het werken voor mijn plekje in Zwaansborg. Hè. Dat is over een maand of vier te doen, dus, dus je moet er op tijd bij wezen, vind ik. Nee, maar een beetje vrijwilligerswerk, dat doe ik al jaren en ik vind het leuk werk. En maar ook in Zwaansborg al jaren vrijwilliger? Nee. Ik doe altijd, zoals je weet, dingen organiseren, waaronder bijvoorbeeld het bedenken van een opera met iemand samen. En misschien als alles gaat lukken, gaan we dat van het jaar weer proberen.
En nou, dat zijn van die leuke dingen allemaal. En ja, ik doe wel meer voor bejaarde mensen af en toe eens. Vind ik wel leuk. Ja. Maar nu ook bij het rad. Is dat iets wat je al vaker gedaan hebt? Want het ging als een tierenlier. Nou, ik ben heel veel keren van allerlei instanties voorzitter geweest. En dat houdt dus in dat je op het laatst ook wat makkelijker gaat praten. Ik heb ook nog 17 jaar in het Oranje Comité gezeten. En dan kwam onze vriend Johan Baks, u wel bekend allemaal. Ja. Die kwam dan zeggen van, doe jij even de toespraak morgen rond op Stadhuis. Ja. En ik zeg, ja Jezus hè. Ja, maar je moet gewoon wat lullen, daar weet je morgen toch niks meer van. En zo is het eigenlijk gekomen. Je rolt van het een in het ander. En, maar vandaag, dat hele dag bij het rad? Ja, ja, ja. Ja, maar zo is drie bruggen lopen ook. Ik vond het jammer dat het koninginnen gebeuren weer op een laag pitje stond in Monnikendam. En toen hebben we dat drie bruggen lopen, wat ik jaren gedaan heb, weer een beetje nieuw leven ingeblazen. En tot mijn verbazing liep de derde en de vierde generatie nu mee. En dat vind ik toch wel weer leuk. Ja. Nou, ongelooflijk bedankt voor het interview. En succes met de avond. Ja, oké, nee, dankjewel jongen. En succes met jullie omroepen. Ja, dankjewel. U zit bij de bingo. Heeft u ook al loodjes gekocht? Nee, ik kom pas binnen. Maar ik zag wel meteen dat u een puzzel heeft. Ja, die heb ik gekregen van iemand die hier rondliep. Oh, wat ontzettend leuk. Ik heb heel veel puzzels op mijn kamer heb. En die zei, mevrouw, ik heb een puzzel gewonnen, wil u hem? Nou, wat ontzettend aardig. Bofte ik even. U hoeft niet eens een loodje te kopen. Nou, maar dat doe ik wel hoor.